Hallo, het is tijd voor Bart Simpsons met een fun pack voor Lego Dimensions. Hij komt natuurlijk uit de Simpsons wereld, dat kunnen we hier ook zien. Hij heeft zijn eigen autootje, de Gravity Spinner. En wij gaan kijken naar Bart Simpson, de zoon van Homer en Marge. Homer hebben we natuurlijk al in een eerder filmpje gezien met zijn eigen level pack wat bij de Simpsons wereld hoort. Bart kan je daar natuurlijk perfect in gebruiken. Hij komt met 3 verschillende variaties zoals je al gewend bent bij Lego Dimensions. Een Gravity Spinner, een Street Shredder en de Sky Clobberer. Is dat een beetje te zien? Zo is het een klein beetje zichtbaar. We gaan straks nog kijken als ik die in elkaar heb gezet hoe dat eruit ziet. We gaan nu kijken wat erin zit als we hem openmaken. En de doos is leeg. Hier zien we het boekje van Bart met een leuke tekening op de voorkant. Hier zien we hoe die in elkaar gezet moet worden. Redelijk simpel zoals je gewend bent. Hij heeft een katapult als wapen. Past heel goed bij hem natuurlijk. En hier zien we alle onderdelen dit keer in 1 zakje in plaats van 2 verschillende. Als we zijn hoofd zien, dan zie je dat het een compleet hoofd is. Dus geen speciaal achterkantje. En deze gaan we zo meteen in elkaar zetten. Maar eerst laat ik jullie nog het filmpje zien met de informatie van hem vanuit Lego Dimensions zelf. En daarna kom ik bij jullie terug. Hier is hij dan, Bart Simpson. We hebben hem net gezien in de demo van Lego Dimensions. We kunnen hem nu wat dichterbij zien. Mijn zoontje heeft hem 2 katapults gegeven. Dat is natuurlijk niet heel praktisch, maar dan kan je zien dat in mijn pakje zaten er 2 katapults bij. Dus dan kan je misschien aan een ander Lego poppetje dat je hebt geven. Zo ziet hij er van de achterkant uit. Een redelijk simpele vormgeving, maar wel... zo kan je zien. Maar wel met een speciale broek, zoals je kan zien. Met die gele streep erop. Hij heeft het speciale Simpsons gezichtje. Ik was laatst op de Lego beurs van Lego World. En daar waren dat soort poppetjes met die speciale hoofdjes al heel erg duur. Dus ik ben erg blij dat ze bij Lego Dimensions gewoon erbij zitten. Bart gaat opzij. Dit is zijn Bartmobiel. En die heeft hele aparte wieletjes. Lijkt een beetje natuurlijk op zo'n go-kart. Ja, hoe noemen ze dat? Dat zijn van die zeepkisten autootjes die ze in Amerika maken. Daar is dit een beetje naar gemaakt. Vind je dit leuk? Vergeet dan niet op like te drukken. Abonneer je op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Kijk natuurlijk ook nog even naar Homer Simpson en zijn level pack. Dan weet je hoe de Simpsons wereld eruit ziet. Tot dan.